Hoi, super leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video heb ik een soort van battle versus video. Want ik ga twee producten testen van twee verschillende merken. Dit zijn namelijk deze pads. Catrice tegen Essence. En van Catrice heb ik de Siliconic Makeup Blender. Dat is deze. En van Essence is het de Super Silly Makeup Pad. Dus, ik wilde deze twee producten tegen elkaar gaan testen om te kijken van, zit er verschil in? Vind ik de een fijner dan de ander? Vind ik het helemaal niks? Eigenlijk zoiets. Deze petjes die zijn de laatste jaren eigenlijk meer in opkomst gekomen. Verschillende merken heeft ze. Ik heb ze dus van Catrice en Essence. Maar ik weet bijvoorbeeld ook dat Action ze heeft. En misschien hebben andere merken ze ook wel. Maar dat weet ik dus niet. Ik weet het eigenlijk alleen van deze drie merken. En ik dacht, hoe leuk is het om eens te kijken van, ja, wat vind ik van deze patches? Ik ga ook heel eerlijk zijn, ik weet niet of ze nog te koop zijn. Volgens mij is die van Catrice inmiddels niet meer verkrijgbaar. En van Essence weet ik het eerlijk gezegd niet. Maar ik had deze producten nog liggen en ik dacht, het leek me toch wel leuk om een soort van battle video te doen. Van, wat vind ik hier nou eigenlijk van? En mocht jij echt heel erg benieuwd zijn naar deze sponsjes of het zelf willen proberen. Of petjes moet ik eigenlijk zeggen. Ik noem het sponsjes, maar het zijn petjes. Kun je natuurlijk altijd even kijken of Action ze nog heeft. Of dat Catrice of Essence alsnog het assortiment heeft. Want soms kloppen die producten die eruit gaan ook totaal niet. Misschien hebben andere merken ze ook wel. Ik denk dat je ze op heel veel verschillende manieren kunt verkrijgen. Vast ook via AliExpress. Dus ja, misschien niet heel erg handig. Mochten ze niet meer verkrijgbaar zijn dat ik dit ga doen. Maar ja, ik wilde dit toch wel heel graag een keer proberen. En ik dacht, hoe leuk is het om dit in een video te doen. Dus dat ga ik doen. Ben je nou benieuwd wat ik van deze sponsjes vind? Hoe dit precies werkt? Zeg ik weer sponsors, ik bedoel dus de petjes. Zou ik zeggen, kijk zeker even gezellig mee met deze video. Oké, laten we even beginnen met de verpakkingen van de sponsjes. Dit is die van Catrice. En deze heeft een mooie zipperback. Op de achterkant staat meer informatie over het sponsje. Het is de bedoeling dat je kunt je foundation hiermee op het sponsje doen. En dan aanbrengen en dan inblenden. Of sponsje, ja, het is eigenlijk een pad. Maar ik ga dit soms gewoon even met mijn kwast doen. En dan ga ik proberen in te blenden. Dan deze van Essence. En dit heeft een andere naam. Het is de Super Silly Makeup Pad. En deze heeft een iets kinderlijkere verpakking. Dat vind ik toch wel bij Essence. Want deze heeft bijvoorbeeld oogjes. Nou, ik vind het op zich wel leuk. Maar ik kan me voorstellen als je hier heel erg naar kijkt dat het wat kinderlijker overkomt. Laten we ze er even uit gaan halen. Oh, wat voelt dit gek. Nou, dit is die van Catrice. Het voelt een beetje als een soort kipfiletje of zo. Ik weet niet. Het voelt heel gek. Nou, dan die van Essence. Deze voelt heel anders. Je ziet ook het verschil. Die van, als ik ze op elkaar leg, de vormen zijn wat anders. Maar deze voelt echt meer siliconen dan deze. Ik ga deze kant van mijn gezicht doen met die van Catrice. En deze kant ga ik doen met die van Essence. Ik heb ook even een klein spiegeltje dat ik zelf ook even kan zien waar ik mijn foundation heb aangebracht. Zoals ik al zei, ik doe dit eventjes met mijn kwast van Real Techniques. Ik gebruik deze foundation van Essence. Het is de Stay All Day 16 Hour in de lichtste kleur. Ik ga het gewoon even op mijn gezicht deppen zoals ik het altijd doe. Ik doe het altijd in stipjes. En ik doe ook altijd wat op mijn oogleden. Zodat dat ook al een beetje een soort van, ja, meegepakt wordt. En in mijn hals. Zo. Dat zit erop. Nou, ga ik beginnen met die van Catrice. Oh, dit voelt heel gek. Oké. Tot de helft. Oké.
Oh. Wat voelt dit gek? Ik vind dat je echt een hele laag krijgt. Ik heb niet echt het idee alsof er. Oké. Dat was dit deel. Sponsjes helemaal oranje ook, of het petje. Gaan we nu de andere kant doen met die van Essence. Je merkt wel het verschil van kwaliteit. Deze is iets strakker. Maar... deze werkt ook moeilijker. Ik kan het hier minder fijn mee inblenden. Deze voelt niet echt siliconen aan, zeg maar. Maar je ziet echt een heel groot verschil, want deze kant is veel lichter dan die kant. Je ziet ook hier haast geen product op zitten. Ik ga hem toch nog even nablenden met mijn kwast. Zo, ik heb hem even toch even ingeblend met mijn kwast. Want ik vond het verschil heel erg groot, zeg maar. Tussen deze kant en deze kant. Maar ik wil nog wel even proberen of misschien concealer wel beter gaat om hiermee in te blenden. Want ik ben tot nu toe nog niet echt overtuigd van deze petjes. Dus ik breng weer even wat laagjes aan. En dat ga ik dus dan weer op dezelfde manier doen zoals net. Deze kant Catrice, deze kant Essence. Oké. Gaan we het even opnieuw proberen. Kijken of dit een beter succes wordt. Ik krijg hem niet mooi ingeblend op een of andere manier. Oké. Dat was deze kant. Nu deze kant. Ik merk ook dat ik met dit sponsje hele gekke gezichten trek. Wat ik normaal niet doe met concealer en foundation. Maar ik... nee. Ik krijg hem nog niet zo heel goed ingeblend. Ik ga deze look in ieder geval eventjes afmaken. En dan kom ik zo bij jullie terug om eventjes te vertellen wat mijn definitieve mening is van deze pads. Zo, ik heb de look even afgemaakt inmiddels. En ik heb de padjes ook even schoongemaakt. Dat schoonmaken valt me niet tegen. Je krijgt ze eigenlijk wel weer mooi schoon. Ik heb gewoon met een beetje lauw warm water... en een beetje zeep gedaan. En dat ging eigenlijk vrij gemakkelijk eraf. Ik denk wel, als dit iets is wat je dagelijks zou gebruiken. Trouwens deze ook. Maar deze had alleen meer de randjes. Deze zag je niet eens dat hij heel vies was. Als dit iets is wat jij wel voor dagelijks wil gebruiken. Denk ik dat je het ook elke dag moet schoonmaken. Want ik denk zodra het echt opdracht de foundation erin. Dat je ze niet meer echt heel mooi schoon gaat krijgen. Maar dat is iets wat ik denk. Daar kan ik me niet op vastbinden. Omdat ik dus niet weet of dat oprecht waar is. Ja, mijn eindconclusie. Ik word niet heel erg warm van deze soort petjes. Het materiaal voelt gewoon heel raar aan. Nou ja, die van Catrice die is nog vrij. Hè, die kun je nog vrij bewegen. Maar als ik moet kiezen, vond ik dat deze het fijnst was met aanbrengen. Als ik echt moet kiezen. Want die van Essence die geeft gewoon voor geen meter mee.
Die is gewoon te hard. Daar kan je niet lekker mee inblenden. Maar is het iets wat ik graag gebruik, dan zeg ik nee. Het materiaal is gewoon vreemd. Het is materiaal wat ik niet ken. Siliconen, ik heb nooit iets met siliconen. Het voelt gewoon heel, heel flubberig, glibberig. Met wassen ook. Ik liet hem gelijk vallen, omdat het gewoon heel glibberig is. Je kan het niet echt lekker vastpakken om in te bouncen, zeg maar. Want ik ben toch bang dat als ik hier heel hard in knijp, dat het op een soort van manier knapt. Dat die siliconen er misschien uitkomt. Nee, dat is niet iets wat ik graag doe. Ik gebruik toch liever mijn kwasten van Real Techniques om mijn gezicht ook echt de foundation in te blenden. Want ik vond nu dat het echt leek alsof ik er een hele laag op had zitten. En door deze sponsjes. En dat was eigenlijk niet echt de bedoeling. Dus ik heb het nog wel weer redelijk kunnen fixen. Maar dat is wel door middel van de kwast en niet door middel van deze sponsjes. Dus ja, ik loop hier niet heel erg warm voor. Ik vind het leuk om zo eens te testen en met jullie te delen van, hè, werkt dit echt? Maar voor mij werkt het dus niet. Maar het kan zijn dat jij hier wel hele fijne ervaring mee hebt of dat het jou wel heel fijn lijkt. Maar voor mij is dit het gewoon helaas niet. En ja, ik zal het niet snel weer gebruiken. Tenzij ik gewoon echt iets moet gebruiken en al mijn kwasten die zijn net gewassen, zijn nog niet droog, dan is het een uitzondering. Maar nee, niet voor mijn dagelijks gebruik is dit helaas een goed product. Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat jij van deze producten vindt. Vond jij het er bijvoorbeeld wel mooi uitzien? Of heb jij zelf misschien van deze producten getest en denk je van, ik ben er heel blij mee. Ik word er heel erg enthousiast van. Laat het me zeker even weten bij de comments. Voor nu wil ik je in ieder geval weer heel erg bedanken voor het kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren. Als je even op dat belletje drukt, krijg je een melding zodra er een nieuwe video online komt. En dan hoop ik je bij een volgende video weer te zien. Doeg!